Vanuit de mooiste stad van Nederland stel ik u graag voor aan Gomus Haarlem. Met een team van 40 experts en specialisten staan wij 6 dagen per week voor u klaar om u de hoogste service te bieden. En uitleg te geven over ons productengamma, welke varieert van de elektrische smart tot Mercedes-Benz personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens, maar ook van de bedrijfswagens van het merk Fuso. Onze wagenpark beheren van Bitfood, waar wij veel zaken mee doen. Ja, nou alle tevredenheid. Al jarenlang is dit onze vaste garage. En dat gaat gewoon perfect. Het spreadteam om mee samen te werken zijn heel erg klantgericht. We zijn zeer tevreden, jarenlang, al meer dan 30 jaar vaste klant bij Gomus. Wordt snel afgehandeld en zeer betrouwbaar. Graag stel ik u voor aan onze receptioniste en gastdame Nancy. Iemand die bij ons alles weet over alle modellen en alle ins en outs van alle Mercedes-Benz voertuigen is onze productexpert Michel Dedding. Goedendag, welkom bij Gomus aan. En ik wil u hierbij voorstellen aan Ferry van Hekken. Goedendag, welkom bij Gomus. Voor Haarlem al jarenlang een vertrouwd beeld bij de verkoop personenwagens. Jacco Posten, welkom bij Gomus Haarlem. Niet alleen bekend in Haarlem, maar ook vanuit de regio Eimond is dit onze verkoper Gerbrand Beunder. Goedendag. Onze verkoopadviseur bedrijfswagens, Michel Talens. Goedemiddag. Onze service manager, Ricardo Prins Alves. Goedendag, Ricardo Prins Alves, aangenaam. Onze patiënt, Arthur. En onze monteur Lex. Goedemiddag. Na de verhuizing en samenvoeging van onze personenwagenvestiging van de Zeilweg naar de Fustweg in Haarlem is de showroomcapaciteit verdrievoudigd. In de bedrijfswagenmarkt en de truckmarkt was de vestiging aan de Fustweg al een vertrouwd adres. Door de unieke ligging van het industriegebied Waardepolder is Gomus Haarlem niet alleen voor Haarlem, maar heeft het een regionale functie. Zo grenst de Waardepolder aan de oostkant van Haarlem praktisch tegen de Westhaven van Amsterdam en liggen de regio Eimond en Schiphol via de A9 binnen een straal van 15 kilometer.